Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Water Bottle Company Yada heropent deuren. Directeur Ramse Koel geeft uiteenzettingprocedure grondbeschikkingen. En minister Henry Ory verduidelijkt hernieuwd onderwijssysteem. Vandaag, 13 september, vond de officiële opening plaats van de Yada Water Bottle Company. Voorheen bekend als Amazon Water, heropent de fabriek zijn nieuwe deuren met de nieuwste technologieën en een vernieuwde missie. Deze transformatie werd mogelijk gemaakt met de steun van Chinese investeerders. Als wij merken dat in Suriname productiebedrijven opgezet worden om productie te verhogen, om economische groei te bevorderen, dan gaat u altijd de president daar vinden. En het opzetten van productiebedrijven is cruciaal in deze ontwikkelingsfase van ons land. Zoals jullie weten, voeren wij een economisch herstelprogramma uit dat gepaard gaat met verregaande en zware maatregelen om onze economie weer gezond te maken. We merken na ruim 4 jaar van herstel dat de economie flink gestabiliseerd is. De inflatie loopt terug, de koers is onder controle, de begroting is weer in evenwicht gebracht, handelsbalans is positief voor ons land en we maken weer mee dat ons land grote monetaire en internationale reserve gecreëerd heeft. En als we deze fase bereikt hebben, dat wil zeggen dat we een stabiele basis hebben, dan moeten we nu werken naar de economische groei. Dat is geprojecteerd voor dit jaar rond de 3%, 3,5%. Als we zulke bedrijven vandaag openen, dan heb ik de overtuiging dat de economische groei nog sneller zal toenemen. En daarbij zal met name de private sector een zeer belangrijke rol vervullen. We zorgen voor een goed investeringsklimaat. We geven ook incentives aan bedrijven en personen die wensen te investeren. En we zien namelijk dat de private sector goed inspeelt op deze ontwikkeling. We zien de private sector investeren in hotelwezen, in huisvesting, maar ook in entertainment, mall, restaurants. We zien ook namelijk heel wat shorebase, havenfaciliteiten opgezet worden door de private sector. We zien grote bedrijven nu naar Suriname komen om hier te investeren. En we verwelkomen ze allemaal omdat we investeringen nodig hebben in ons land. We zien ook tal van Chinese bedrijven die zich aandienen in Suriname om te investeren. We zien Chinese bedrijven in de huisvesting. We zien Chinese bedrijven in de infrastructuur. We zien Chinese bedrijven die in de oil en gas sector ook investeren. We zien Chinese bedrijven die ook investeren in exploitatie van onze mineralen, zoals de goudsector, onze steenslagsector. Maar we zien ook Chinese bedrijven die vandaag investeren in waterproductie. En we verwelkomen ze allemaal. We hebben ze nodig in Suriname omdat die ontwikkelingen bijdragen aan de werkgelegenheid, maar ook aan de verhoging van de productie. Mevrouw, jullie, geweldig dat u als vrouw laat zien dat u investeert als vrouw en u investeert in de productie. Je bent al een succesvolle zakenvrouw, businessvrouw en je hebt laten zien from scratch dat je grote business in het land kan opzetten. En nu ga je in de productiesector, namelijk het produceren van drinkwater. En gezond drinkwater kan aanbieden aan de samenleving. Dat is een geweldige prestatie die we verwelkomen. Maar nu ook in samenwerking met buitenlandse investeerders. Dat is wat we nodig hebben, samen met het buitenland,
met lokale partners, local content, ontwikkelen van alles wat we aan het land kunnen ontwikkelen, om ook hiermede de gemeenschap goede werkgelegenheid te bieden. U zult de regering altijd aan uw zijde vinden als het gaat om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. En we zijn bereid als regering alle ondersteuning te geven. We kijken ook naar de verzoeken die u heeft om meer incentives te krijgen voor uw investering. Maar u gaat altijd een positieve reactie van de regering krijgen als het gaat om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Ik ga u allemaal feliciteren met vandaag de opening van Yadi Drinkwater, van het bedrijf van mevrouw Julie. Ik feliciteer ook de gemeenschap van Lelydorp, Wanica. En namens de regering wens ik jullie veel succes. En ik kijk uit naar meerdere investeringen. Ik kijk naar de zaal en ik zie zoveel investeerders die hier aanwezig zijn. En we nodigen jullie allemaal uit om gebruik te maken van de kansen die er zijn. Vooral nu de economie gestabiliseerd is. Vooral nu moeten we gaan naar de economische groei. Vooral nu moeten we gaan naar het positioneren van Suriname aan de vooravond van een geweldige ontwikkeling, namelijk de FID, welke zal plaatsvinden, de Final Investment Decision door de oliemaatschappijen. Zeer binnenkort, kwestie van enkele dagen nog, zal het bekendgemaakt worden. En dat zal de start zijn van een nieuwe ontwikkeling in ons land, waarbij zeker dit productiebedrijf ook zal mee profiteren en mee floreren. Allemaal gefeliciteerd en may God bless you all. De directeur algemeen beheer van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, Sue Kumar Ramsukul, geeft een uiteenzetting over de procedure die gehanteerd wordt bij het aanvragen en toewijzen van grondpapieren. Oké, laat me even vanaf het begin uitleggen. Als je grond aanvraagt, het kan nieuwe aanvragen zijn, het kan verlengingen zijn van grondhuur of omzetting van erfpacht naar grondhuur. De procedure is dat die stukken ingediend moeten worden op domeinkantoor. Alles gaat via domeinkantoor. Dus wordt daar ingediend. Als je een nieuwe aanvraag, dan moet je een kaart laten maken door een landmeter. Dan worden stukken ingediend op domeinkantoor, dan krijg je een LAD-nummer. Dan is het nu in het systeem, daarvoor was het gewoon handmatig, maar nu is het wel een systeem. Dus als u dat al heeft, dan is de procedure bij domeinkantoor, bij GBB, dat er rapporten gemaakt moeten worden. Adviezen moeten komen van grondinspectie, van DC, sowieso grondinspectie, DC standaard. Maar bij landbouwpercelen, het hangt van de bestemming af, moet er ook dan LVV-toestemming komen als het gaat om andere industriële doeleinden. Dan moet het ministerie, die belast is daarmee, moet ook dan advies uitbrengen. Als al die adviezen al binnen zijn, advies positief, dan wordt er bereidsverklaring opgemaakt. Als u bereidsverklaring hebt gekregen, zijn ook een aantal vereisten daarin ook opgenomen. Eerste is dat je een perceels-ID moet laten maken door een landmeter ook. Er zijn bepaalde bedragen die betaald moeten worden bij instanties, centrale bank en centraal betaaldienst. Al die stukken moeten dan weer binnen 6 maanden weer ingediend worden bij domeinkantoor. Dan krijg je weer een strookje of een A4'tje met LAD-nummer. Dat noemen ze een aanvaarding. Die bereidsverklaring moet aanvaard worden. Dan krijgt u eigenlijk normaal binnen enkele weken, maar praktijkweek dat mensen jaren moeten wachten of misschien ook nooit meer krijgen. Maar ik ben hier als directeur nu, zaken lopen beter nu. Ik heb al binnen 5, 6 maanden meer dan 2500 burgers al geholpen. Nu gaat u meer in beeld zien, want we gaan om de 2 weken naar districten om beschikkingen uit te reiken. Dus na de aanvaarding volgt dan die toewijzingsbeschikking. Dus dat is de procedure, dus aanvraag, alle rapporten, bereidsverklaring. Na bereidsverklaring moet na persis ID betalingen aanvaarden. En dan volgt de toewijzingsbeschikking. Maar dan ben je nog niet klaar. Als je de toewijzingsbeschikking hebt gekregen, moet dat binnen 4 maanden ingeschreven worden bij GLIS. If you're not doing, alles opnieuw. Daarom zeg ik de burgers altijd, want er komen zoveel mensen dagelijks hier. Mensen op niveau ook, waar ze weten ook niet
dat ze het stuk moeten inschrijven bij GLIS. Dus dat als je al ingeschreven hebt bij GLIS, je hebt een uitreksel, dan hoef je niet meer druk te maken. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in een vraaggesprek met de Communicatiedienst Suriname verduidelijkt welke veranderingen er worden verwacht in het onderwijssysteem. Tijdens een presentatie lichtte de bewindsman toe dat er enkel een naamswijziging zal plaatsvinden van het MULO naar voortgezet onderwijs, waarbij de inhoudelijke structuur ongewijzigd blijft. Tevens wordt het basisonderwijs verlengd met 2 jaar. Kijk, als minister heb ik altijd gezegd dat ik een norm heb van 80%. Dat is een hele hoge ladder. Maar wat ik dus heb gezien, dat een aantal scholen hebben voldaan dichtbij. Ik noem maar bijvoorbeeld Natin. Daar ben ik zo trots op. Ik heb zelf diploma's uitgereikt. Van de 610 leerlingen is 450 geslaagd. Dat is een mooi resultaat. Dat is bijna tegen 75%. En daar mag je trots op zijn. En er zijn een paar met een paar prachtige cijferlijsten. Kijk ik verder naar IMEO, dan zeg ik even schrikken. Hard schrikken. 20% heeft het maar gehaald. En ik ga zeggen, wij gaan vanuit het ministerie gewoon met de directeuren praten van hoe dat kan. IMEO heeft een geweldige, goede naam in de samenleving. Levert echt de backbone van administratieve medewerkers. En ze stappen ook op naar verder, naar accountancy, heb ik gezien, et cetera. Er is iets aan de hand. Wat het precies is, moeten we zien uit te vogelen. Daarnaast hebben we naar VOS, kijk ik, is een goed resultaat. VOS in Suriname is stabiel rond de 70%. Altijd geweest met de herkansingen. Het kan een tandje hoger, die 10% zoals ik het zou noemen. Dus dat is op zich een goed resultaat. Kijken we naar de pedagogische instituten. Goed resultaat rond de 70%. Gaan we verder, dan kijken we dus naar de MULO. En dan zeg ik even MULO oude stijl, waarbij we nog de 4-jarig bekeken hebben. Leerlingen hebben examen gedaan in 4e klas. Daar zit een dip in van 49%. Nu was ik, nou, dat, als je dat bekijkt met de afgelopen 5 jaar... is dat dus zeer afwijkend van, ja, gemiddeld toch wel 15%, 20%, dat er iets aan de hand. En dan heb je nou de assessment van leerjaar 10. Ik heb niet alle gegevens binnen, maar daar wordt gezegd dat er toch blijkt uit dit jaar dat circa 80% toch een advies heeft gehad richting algemeen vormen. Daar verbaas ik me een beetje over, omdat ja, toch, ik had verwacht dat het een banaan zou zijn, maar goed, laat het maar zo zijn. En dan hebben we ongeveer 20-25% naar beroepsonderwijs. Dat is iets wat we moeten uitvogelen, nog precies in de cijfers. Maar je kan niet zeggen dat het goed of slecht is. We hebben ook mensen voor academische vorming, maar wij willen juist ook veel stimuleren beroepsonderwijs. Dan moeten we nu gaan kijken naar de resultaten van lager onderwijs. Dat betekent tussen... ja, 3 en 8 vooral. Daar gaan de rapporten dus uitmaken nu. Of we werkelijk een tendentie van veel meer blijven zitten. Want wat is er namelijk aan de hand? Het schooljaar 23-24 hebben wij weer ingevoerd de normen. Ja, de vrije doorstroom, kent u dat verhaal? Dat hebben we gestopt. En we hebben dus nu normen weer gezet. We hebben heel veel feedback gehad. Blije mensen in de samenleving, maar nu zijn die normen gesteld. Dan hoor je het omgekeerde van als ze schrikken even, waar men gewoon was door te stromen, kan men je doodleuk vertellen, maar hoe kan het dat mijn kind nu is blijven zitten? Interessant. Wij hebben duidelijke normen, berekende 5, en 3 mag je absoluut niet hebben, zeker niet voor rekenen en taal. En we moeten die dingen uitleggen, maar nu heb je dus een schrik waarbij toch in die accumulatie van 3 tot en met 8 leerlingen gebleken is dat een aantal mensen flink zijn blijven zitten door inderdaad de keiharde normen die zijn toegepast. En dat geeft weer wat verstopping in het systeem, want als je kijkt de doorstroom van mensen, want ook kinderen gaan over van 3 naar 4, 4 naar 5, die moeten in de nieuwe klas komen. Sommige plekken worden vastgehouden door mensen die zijn blijven zitten.
En we moeten precies even goed analyseren waar die verstoppingen zitten. Het geeft wat druk met inschrijvingen en dat soort zaken. Dat beeld hebben we niet helemaal. Maar ik hoor hier en daar geluiden dat die normen toch wat flink wat slachtoffers hebben geëist. We moeten kijken wat dat is. Maar ons hele leven worden we getoetst op basis van normen. Ik ken het niet anders. Want die normeloosheid leidt ertoe dat je dus vrije doorstroom krijgt met alle gevaarlijke consequenties. Van die verhalen, ze kunnen niet hun naam schrijven en noem maar op. Maar wij gaan moeten waken in het systeem dat wij nog niet aan toe zijn om dit soort elementen in te voeren. Want die raamvoorwaarden zijn nog niet op orde. In de vakken Nederlands en rekenen hebben we de herkansingen. Gaat om 1 à 2 punten die nog bijverschaafd moeten worden bij de kinderen. Bijvoorbeeld Nederlands 1, 4, rekenen 1, 5. Dan gaan we herkansen in Nederlands om dan die 4 weg te werken naar 1, 5. Daar tegenover kan ook zijn rekenen 1, 4 en rekenen 1, 5 en Nederlands 1, 4. Dan gaan we dan herkansen in rekenen om dan dat te maken tot 1, 5. Kan ook zijn rekenen en Nederlands 1, 4 om 1, 4. Dus dan gaan we herkansen in rekenen en Nederlands om dan 2 punten binnen te halen. Natuurlijk kan een 5, een kind kan herkansen, die 4 kan een 7 worden. Maar focus is alvast een 5, dan ben je over. Aandacht scholen, daar gaan we het hebben over rekenen, Nederlands, lezen en schrijven. We gaan het accent leggen op deze 4 vakken, omdat het belangrijk is om de leerproblemen, leerachterstanden in deze 4 vakken bij de kinderen weg te werken. We starten met beide projecten op 26 augustus. Vandaag zijn we begonnen met de teach-in met de leerkrachten die ze hebben opgegeven. Ze krijgen morgen een tweede bijeenkomst, dat is weer een teach-in, om gericht tools mee te krijgen. Hoe de identificatie bij de kinderen te doen en hoe de kinderen te begeleiden. Welke toetsen worden afgenomen, dat wordt morgen met ze besproken. Bij de herkansingen hebben we op 9 en 10 september een repetitie. Om te kijken als dat kind die punten die nog nodig zijn heeft kunnen ophalen. Aan de scholen hebben we elke vrijdag een kleine toets bij de kinderen. Dat is individueel om per kind te meten welke vorderingen dat kind heeft gemaakt. En om een motivatie bij die kinderen te hebben, hebben we een voortgangsboekje ontwikkeld met stickertjes. Elke sticker heeft een betekenis. Volgende keer gaan we die sticker ook presenteren. Het kind krijgt dus verschillende stickertjes en dat gaat motiveren om bovenop te komen. Je sluit af met 100% alles gevolgd, goed gevolgd, vorderingen geboekt. Dan krijg je een andere sticker in vergelijking met 20%. Daartussen liggen de stickertjes. 5 soorten stickertjes zijn ontwikkeld en 1 boekje om de vorderingen te plaatsen. Dat is voor de aandachtsscholen. Op de herkansingsscholen hebben we in totaal 35 herkansingsscholen en aandachtsscholen waar we de kinderen gaan plaatsen. We hebben in totaal 180 leerkrachten die gaan werken op deze scholen. Natuurlijk tegen een vergoeding. En we hebben dus ook op de aandachtsscholen 180 leerkrachten, dus tezamen. Ik mag wel zeggen dat zowel herkansing en aandachtsscholen op dezelfde school is. Er zijn geen verschillende scholen op dezelfde school verspreid over de verschillende districten. Ik mag vandaag zeggen dat zelfs de leerkrachten van Gran Caba, dat is in het zuiden, die hebben dus ook aangegeven, ze blijven aan die kant om de kinderen te helpen. Dat gaat om 3 leerkrachten, hebben vandaag in de teach-in aangegeven, dus zodat ze ook meedoen. Het is een prestatie waard dat die leerkrachten daar zijn gebleven om alleen invulling te geven aan dit traject. Herkansing is van 26 augustus tot en met 10 september voor de kinderen en 26 augustus tot en met 16 september voor de leerkrachten. Aandachtsscholen is 26 augustus tot en met 20 september voor de kinderen, de leerlingen. En voor de leerkrachten 26 augustus tot en met 23 september. Waarom? We gaan evalueren met ze. Ze gaan dus ook hun bevindingen geven, zodat we weten. Als we in oktober op de zaterdag de kinderen aandacht gaan geven, dus de leerproblemen wegwerken, leerachterstanden wegwerken, dat we weten hoe we dat anders kunnen aanpakken. Daarom de evaluaties. Dat is het voor nu met betrekking tot de herkansing en extra aandachtsscholen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.